Maar niemand weet dat ik dat heb gedaan, toch? Bijna niemand. Nee. Ik was zo'n klote kind. Kortom. We weten nog niet of deze video ooit geplaatst gaat worden, ja of nee. Mijn naam is Thomas en welkom bij een nieuwe video. Ik zit vandaag in de auto met een oude vriend van mij. Zijn naam is... Damian. Ik en Damian zijn echt al vrienden sinds wij denk ik 4 waren. En tegenwoordig zien we elkaar iets te weinig, dus we zijn nu op weg naar Disney. Ik dacht van nu, uitgerekend nu, is de kans om een video te maken over alle rare dingen die we hebben uitgehaald en hebben meegemaakt toen we nog net iets jonger waren dan dat we nu zijn. We gaan er gewoon even doorheen. We doen gewoon een beetje een eigen carpool karaoke-achtig iets. Let's go. Begin jij even met het verhaal over dropspugen. Dat is het meest asociale iets wat ik waarschijnlijk ooit heb gedaan. Dropspugen? Hoe heet die achtbaan? Dat is het donker. Ik weet niet, maar er was een achtbaan in het donker. En wij twee dachten dat het een goed idee was om een zak drop in ons mond te kauwen. Niet door te slikken, maar gewoon te kauwen. En dan midden in die achtbaan. En op zo'n snelstukje in het donker vonden wij het een grappig idee om af te tellen en dan ons gezicht in de lucht te doen en al die drop uit te spugen. En dan gingen wij dus expres voor in het karretje zitten. En ik vergeet het nooit meer. We komen terug in het licht en ik kijk naar achter en ik zie letterlijk iets van 25 mensen die helemaal onder de drop zitten. Gewoon zwarte stukken drop. Gewoon op hun hoofd. En volgens mij hebben ze toen dat karretje eruit gehaald omdat ze dachten dat er iets van olielek was ofzo. Ik wil het verhaal wel vertellen over de struisvogel-eieren. Ik vond het gewoon een keer leuk om Damian te fucken. Toen heb ik een afbeelding gezocht op Google van struisvogel-eieren. Want blijkbaar zijn er mensen die dat voor een soort van hobby beschilderen. Vraag mij niet waarom. Maar er zijn in ieder geval mensen die struisvogel-eieren wilden kopen. En ik had een advertentie aangemaakt op de marktplaats met zijn nummer erbij. Nee, dat hij heel veel struisvogel-eieren had voor heel weinig geld. En toen werd hij dus gewoon de hele tijd gebeld met mensen die vroegen van hey, heb jij die struisvogel-eieren? Echt, wat de fuck gebeurt hier toen ik gebeld werd? Hoeveel mensen hebben gebeld? Ja, een stuk of 6, 7 wel of zo. Moet je voorstellen dat je gewoon op een dag niks aan het doen bent en 7 mensen bellen je voor struisvogel-eieren. Zo fucking random. Mensen, gaan het doen. Ik bedoel, ga een nep advertentie maken op Marktplaats. Zet het nummer voor je vrienden eronder. En serieus, het is echt grappig. Oké, laten we nu hebben over die goudvis. Hoe oud waren we toen? Ik weet niet, 16 of zo? Ja, iets jonger. 14 denk ik. We gingen met 4 vrienden naar de dierenwinkel. En Karsten ging daar naar binnen. Goudvis halen en hij moest dus meenemen. Volgens mij hebben we gewoon 1 goudvis gekocht. Nee, 2 zo. 2 goudvissen. En toen zijn we naar het buitenzwembad geweest, een gloorbad. En wat hebben we toen gedaan? Ja, we moesten bij de ingang die goudvis ook meenemen. Dus hij had die al. Die goudvis had hij al in zo'n plastic zakje met water zitten. Had hij in zijn zwembroek gedaan. Toen had hij die goudvis ook in zijn onderbroek gedaan. Dat is hoe het water in is gekomen. En toen zwom die goudvis door het zwembad heen. Maar dat was eigenlijk best wel zielig, want die goudvis is gewoon hartstikke dood gegaan door dat chloor en zo. Dus wij waren eigenlijk een kutkinderen. Ken je het verhaal van deur smijten? Ja, niet zo goed eigenlijk. We gingen naar het Doetermolen College in Drunen, dat was onze middelbare school. En er was een deur bij het jongenstoilet, bij de ingang van de school. En achter die deur, ik snap niet hoe het ooit gemaakt was, een hele dikke betonnen paal. Dus die deur die kon open tot die betonnen paal. En op een gegeven moment hadden wij bedacht dat het wel heel grappig was om die deur heel hard open te smijten tegen die betonnen paal aan. Het maakte echt een typisch hard geluid. Echt door de hele school en hoorde je dan DUIM! Dus wij bleven maar met die deur smijten. En op een gegeven moment kwam meneer Van Helderen. Meneer Van Helderen, ja, hoe omschrijf je hem? Hij lijkt een beetje op Slenderman. Dat is gewoon een man met hele lange armen en hele lange benen. En hij stond er echt bekend om. Ik bedoel, het algemeen, mensen vonden hem niet heel chill, want hij gaf echt veel mensen straf. Toen kreeg je straf. Hij heeft me ook een keer straf gegeven toen ik een toets had gejat. Gingen ze zeg maar al die documenten van al die leerlingen scannen. En toen stond daarin zo'n Engelse overhoring. Stond bij mij in mijn documenten bij afbeeldingen. En toen zei hij, wat heb jij gedaan? Toen heb ik fucking veel over moeten schrijven. Ik was echt een slecht kind. Ik heb echt te veel afgekeken. Whatever. Vertel jij je maar eens over de laserlampjes. Dat was zaterdagavond altijd, hè? Altijd. Dat was half 11, 10 uur, half 11 zoiets. En dan gingen we naar buiten. Ik ging gewoon echt... Zak uithangen. Maar het begon met die kleine laserlampjes, die rode, en op een gegeven moment had ik zo'n Chinese website. En toen liet ik van die laserlampjes komen die echt gewoon keihard waren. Van die laserlampjes met van die grote stralen, van die groen inderdaad. En afstandsbediening voor de televisie, dat je elke televisie uit kon zetten. Herinner jij nog dat die man met die honden achter ons aankwam? Ja, toen heb ik gered. Hij noemde hem altijd Turk met de honden, ik weet niet of hij echt Turk was.
Maar er kwam in ieder geval echt zo'n dude met twee van die herderhonden achter ons aan. Die liet hij gewoon los op ons, omdat we van hem naar binnen bleven schijnen. En we hebben zo hard gerend. Ik heb echt gerend van mijn leven gewoon. En die skinhead die langs Kevin woonde, hij leek een beetje op die gast van Antwoord. Ja. En op een gegeven moment gingen we bij hem ook weer het belletje trekken. En die vent werd helemaal agressief. En toen klommen wij toch zo'n garagebox op. En toen klom hij ons achterna, weet je dat nog? Nee? En ik heb ook echt gerend voor mijn leven. Het was echt heel... Die afstandsbediening. Zo, ja. Uit, gewoon op zijn hart. Dan zetten wij iemand binnen en hij buiten kon horen. Misschien nog te vertellen van de stinkbommen in de desert. Dat is gewoon één keer per de maand gingen naar zo'n disco toe. Dat was vanaf 10 tot 13 of 14 of zo. Ja, zoiets. Van die flesjes, die moest je dan kapot trappen. En dan stonk het echt zo hard. En dan ging het letterlijk, dat stonk zo erg dat iedereen dan naar één kant van de zaal ging waar het niet stonk. Minder stond. Er werd gratis kaas uitgedeeld. Ging ik altijd die kaas eten. En dan gingen jullie de hele avond tegen alle meisjes vertellen dat ik kaas had gegeten. En dan kwam mijn nek stonk. En dan kon ik niet meer fixen. Dan kon ik met niemand meer slouwen. Dat was het. En dan ging je vragen van, mag ik met je slouwen? Dus, toen zijn we ook nog een keer gevlucht daar, want je mocht niet weg voordat je ouders daar je op ging halen. Oh shit. Als zo'n nooduitgang. We zijn weggerend. Oh, ellende. Ja, oké, laten we toch even snel het verhaal vertellen van de deurklink. Het was een grote discotheek, de Sterren Nieuwkuik heette het. En dat was met carnaval was gewoon super druk. En toen waren we echt 15, 16 of zo. En toen ging ik altijd gratis drank fixen, want ik ging altijd naar die bar toe. En je had vier bar en dan ging ik altijd acteren van... Meneer, ik loop hier net een hele brede gast aan en al mijn drankjes vallen op de grond. En ik had dit en dit. Noemde ik altijd iets voor 8 dingen op. En dan deed ik net alsof ik omver was gelopen door een brede dude die dan ruzie met me zocht. En dan kreeg ik dus al die drankjes altijd gratis, omdat het blijkbaar zo geloofwaardig was. En dat deed ik dan bij 4 barren. Maar op een gegeven moment had ik zoveel drankjes op dat ik was vergeten welke bar ik al had gehad. Toen ben ik dus een tweede keer bij zo'n bar. Zei hij, dat heb je al geprobeerd vanavond. Toen ben ik keihard weggerend, toen dacht ik een bewaking bellen. Maar toen een andere keer bij de Ster, en was er bij de toiletten, was de deurklink aan één kant van de deur eraf. En dat was aan de buitenkant. En aan de binnenkant zit de deurklink erop. Op een gegeven moment waren er heel veel van die, ja, toch wel een beetje lompe boeren waren daar, hè? Vaak. Niet alleen maar wel veel. En op een gegeven moment waren er allemaal van die boeren in die toilet, weet je wel. En toen dacht ik dat het grappig was om die andere kant van die deurklink er ook maar af te trekken. Toen de deur dicht te doen. En toen heb ik die deurklink meegenomen naar de zaal en heb ik hem daar op de grond of in de prullenbak gegooid. En toen waren er echt 15 man opgesloten in die toilet en die konden er niet meer uit, want er zat geen deurklink meer op. En toen begonnen die allemaal die deur in te trappen en die bewaker wist ook niet wat hij moest doen, want niemand had de deurklink. Het was super druk en dat was weer carnaval, het was echt de drukste avond ever. Toen was er aan de andere kant van die toilet ook nog een dichte deur. En die ging naar een Chinees restaurant toe dat in hetzelfde gebouw zat. En toen hebben ze als alle die deur doorgetrapt. En toen stonden al die dronken mensen, stonden op een gegeven moment in een Chinees restaurant. En die zijn er allemaal uitgetrapt. Ja, door mij eigenlijk zijn al die mensen naar huis gestuurd. Je moet al die mensen altijd naar boven. Ja, weet je nog, deurklink toen. Maar niemand weet dat ik dat heb gedaan, toch? Bijna niemand. Terwijl echt, ik had dat toen ook, had ik ook gezegd, niemand mag dit weten. Dat ik zoveel ruzie gekregen met die mensen die uitgestuurd waren. Ik was zo'n klote kind. Oké, laten we het hebben over de Efteling. Dat is de allerlaatste. 2 jaar na het moment. Tijd. 20 minuten fietsen van als wij gewoon een tussenuur hadden of vroeg uit waren, gingen we gewoon naar de Efteling omdat we toch een abonnement hadden. Maar we gingen altijd bij dat carnavalfestival gingen we sowieso eruit. Bij de Vogelrok wisten we hoe we van het karretje de muziek moesten stilzetten. En bij de Vliegende Hollander kwam het licht aan en uit. Op een gegeven moment namen we ook gewoon een pak A4 papier mee om gewoon vliegtuigjes te vouwen en uit die pagode te gooien, die hoogtoren. We hebben al de touw meegenomen en brood. Zaten we in die witte bootjes aan die bootjes hadden een brood gemaakt. Heel die één dag terwijl ze aan het vliegen. Vertel nog dat Rick in het water viel. Hoe kwam dat? We wouden vanaf het bootje op de kant stappen, maar die boot die druipte weg. Dus die stap die werd te groot voor hem en toen pleurde die vol in het water. Hij gaf die aan de schil. Hij zei dat ik wegroeide, maar dat was het niet. Ja, toen jij in die baan zat bij Laafval. Jij zat in je eentje voor ons. Toen zeiden we gaan nog een keer, En toen jij door was gereden, toen stapten wij stiekem uit. En toen gingen ze met z'n allen echt, als steltje idioot, gingen ze planten uit de grond trekken. Om die volks op mij te gooien. We zijn mooi op tijd, Tom. We zijn aangekomen bij Disney. Ik ken de tekst niet, hoor. Ik ken het ook niet. Dude, als je allemaal racist dingen blijft zeggen. Je bent zelf ook neger, maar dan kan ik
dingen eruit moeten knippen. Ken je dit nog? Woe! Every day's in my eyebrows.